Johan is er niet. Hij was... Hij is gisteren naar Spanje gevlogen om een optreden van Fato González te zien. Hij komt straks thuis. Hij is de hele dag doorgegaan en is gewoon toen meteen in het vliegtuig ingestapt. Oké. Okay. Ik heb dus nog tegen iemand gepraat vanochtend. Dan is hij... Lol. Oh, zo fijn om gewoon niet een slagveld binnen te stappen als je je woonkamer inkomt. Huh. Het scheelt altijd. Ik moet vaker opruimen. Ik heb... naast de hekel aan boodschappen heb ik ook een hekel aan opruimen. lauwwarm citroenwater. En ontbijten. Ik sport vanochtend ook even niet, want we gaan vanavond suppen. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb er vet veel zin in. Maar eerst ontbijten. Steven is thuis! Hoi. Ik heb niet gedoucht hoor. Die is er weer. Yeah. Oh my god, wat een veel. Perfect timing. Oh my god. Oh shit. Too funny. Heb je de bruiloft overleefd? Niche en ik gaan nog heel even naar het winkelcentrum om een cadeautje voor Stefan te halen. En ik moet nog dingen naar de Bart Smit terugbrengen. Dit is wat ik aan heb. Yes, was heel dope. Ja? Ja. Zo, en jullie hebben vanochtend ook meteen weer de bruidegom ingepikt. Yep, dat was wel heel cool. We gingen gelijk brunchen, lunchen bij mij. Dus ik had even voor een paar boys English breakfast gemaakt. En we hebben dus ook de bruidegom kunnen stelen. Dus ik dacht van, yo, she's a keeper. Yeah. Dag 1. En, hij mag al gelijk andere shit gaan doen. Ja, awesome. Dat zou echt wel cool gaan. Ja. Top die ik in Hongkong heb gekocht met een monkey zwemtopje daaronder. Voor het geval we wel gaan suppen, weten we het nog niet zeker, want het kan, het kan gaan stormen precies rond die tijd. Ik heb een high-waisted shortje aan met een beetje pastelkleurtjes eroverheen en daaronder vrolijke badslippers. Deze heb ik in Beijing gekocht, gewoon bij een supermarkt, maar ik vond ze zo vrolijk. Dus ik dacht, dit is de perfecte dag om ze aan te doen, aangezien de bovenkant zo strak en stijf is. Kijk, dit is wel echt heel dope. Deze twee topjes bij elkaar. I love it. Ik hou echt van dit soort combo's. Wij zijn weer terug. En ik heb voor de meisjes... Nee, dit is niet voor de meisjes. Wait. Ik heb voor de meisjes... Ik had zo'n Frozen Stample set gehaald. Maar die hadden ze dus blijkbaar ook al. Dus ik heb weer geruild. Ik hoop dat de derde keer scheepsrecht is. Want ik heb nu... Voor ieder van hen een mok en een bellenblaas. En dan zijn we klaar. En dan hebben ze natuurlijk ook nog die capjes en dingetjes. Maar je weet toch dat Stefan zo blij werd van die handzeep. Van die automatische handzeeppomp. Heel scherp op. Oh, oepsie. Ik ging langs de sensor. En toen heeft hij dit in de supermarkt gekocht. Omdat hij dat zo leuk vond. En mijn broertje die vroeg al. Wat moet ik voor hem als cadeautje halen? Nou, hij heeft 3 van deze flessen gehaald. Een soort van ja vooraan. En Tad, die is dus op dezelfde dag jarig als Stefan. Dus we dachten, als hij het zo leuk vindt, dan zal zij het ook wel vast heel leuk vinden. Dus dit is ook Tads cadeautje. Kijk, ik heb een flash tag gezet. Dit is eigenlijk wel echt heel cool. Love it. Ja, nou ja, neem maar mee voor de zekerheid. Dat is prima. We zijn in Scheveningen. We gingen zo'n parkeerplaats op. Dus zij zo, nou, hoe duur zou het zijn? Parkeren, lala. Zien we ineens €2,60. Nou, we beginnen echt allemaal keihard te lachen. Want in Amsterdam, bij ons in de parkeergarage in ieder geval, is het ondertussen alweer €6,50. Dus lekker goedkoop hier zo. We zijn aan het chillen met G. En die heeft echt uberlekkere tosties. Wat voor tosti heb je? Talk to me. Iets met chipotle saus en bacon en ananas. Oeh. En dit is met een soort chorizo
tapenade filet americain. Ooh. En kaas natuurlijk. Looks good. En je hebt een coconut, heb je al helemaal uitgescoopt. Mm-hmm. Oh yeah. Niche, hello. Hi, I'm hello. Sad. You're sad? Ja, dat is wel... Dit is dirty water. Er zit echt letterlijk één druppeltje limonade in. Hoe dan? Hoe dan? En dat! Hi. Hallo. 15 minuten gaan kunnen suppen. Naar de panda. Wat heb jij voor tosti? Ik heb met kaas. Wat is dat? Oh, het is echt vet lekker brood, joh. Ja, het is een stuk. Ziet, no, I'm oké. Okay. Maar het ziet er wel echt goed uit. Damn. Stefan krijgt een cadeautje. Van de fufjes. Loyal. Reva die lift. Laser. Keer 3. Anti-age. I do not need it. Je vergeet het belangrijkste onderdeel. Oh, ik zou intensieve anti-age. Wauw. Ja! En speciaal grapefruit. Ja. Geen andere peasant geuren. You need one in your life. No joke. Ja. Dat is wel epic. Hij is echt, hij komt thuis vanochtend. En hij gaat meteen naar die pomp toe. En doet, yes, I've missed you. Gaat hij echt zo. For me? Yes. A gift for you too. Yay! Het is buiten super erg aan het onweren. En wij zitten lekker binnen bij een kampvuurtje. Wow. I'm scared. Aerobed, een van de beste investeringen die je kan doen als je logees hebt. Deze knappe dame. Ik ben echt dood op en ga lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je hier als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je morgen. Welterusten.